We gaan vandaag in Rijhal de Schietberg kijken naar wedstrijden in reining. Een soort Amerikaanse dressuur. We zijn benieuwd. Bij ons staat Lian Timmermans, die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in de manege hier op de Schietberg. Kun je iets vertellen van wat er allemaal in de manege gebeurt? Op het moment hebben we een reiningwedstrijd. We hebben een competitie van 3 wedstrijden. Dit is de 2e wedstrijd. We doen het allemaal voor een goed doel. Dit jaar is het de Merenveld. En de opbrengst van de 3 wedstrijden gaat dan daar naartoe. We danken dan ook echt onze sponsors, die ieder jaar ons trouwbeheer daarin ondersteunen. Verder hebben wij een pensionstal en een africhtingstal. Daar komen onze inkomsten van. We verhuren ook de stal aan Stichting De Stalvrienden. Dat is voor mensen met een handicap of een beperking. Je geeft ook les, begrijp ik? Ja, ik geef ook kleinschalig lesjes aan mensen die willen gaan paardrijden. We hebben een 6-tal paarden. Geef ik aan beginnende ruiters of aan die leuk kleinschalig willen gaan rijden. Is voor reining een apart soort training nodig? Oh, en geef je daar dan ook les in? Zelf geef ik alleen spring- en dressuurles. Dan staan we bij Rieke Jang, de Nederlands kampioen van vorig jaar en diverse jaren. Kun je ons vertellen wat reining eigenlijk precies inhoudt? Jazeker, reining is de Amerikaanse dressuur. Daar kan je het beste mee vergelijken. Dus alleen het zit een tintje meer spectaculaire acties in. Zoals de sliding stop, waarbij de paarden de achterbenen blokkeren en voordoorlopen. En hele snelle spins, noemen we dat. En daar zijn hele harde draaiingen om de achterhand. En dan zit er bijvoorbeeld ook een galopswissel in, wat je bij de dressuursport weer ziet. Dus het is dressuurmatig, maar een tintje meer spectaculaire oefeningen erin. Dus ik hou daar wel van. Nou hebben we straks wat wedstrijden gezien, wat spins en wat draaiingen zoals je ze noemt. Wat vond je van het niveau vandaag? Nou, vandaag is echt zo'n oefenwedstrijd en waar mensen dus ook kennis maken met de westernsport en het onderdeel reining hier vandaag. Dus je zit hier natuurlijk allerlei niveaus, waar ik natuurlijk ook hartstikke leuk vind, want dat is de toekomst van onze sport. En ja, ik kom hier gewoon ook om te oefenen. Ik heb een paar jonge paarden bij, dus dat maakt het altijd een beetje spannender als of ze wat kijkerig zijn. Maar ik bedoel, je ziet gewoon dat er heel veel animo is en nou hebben we de jeugdklasses. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat is onze toekomst. Maar ga je ook internationaal met je paarden? Jazeker, ik ben nu eigenlijk een beetje de voorbereiding aan het doen met deze jonge paarden om naar de Futurity, zoals dat heet, bij ons te gaan. En dat is in Italië over een maand, dus ik moet nu nog even oefenen om over een maand naar Italië te kunnen. Dus vandaar dat ik hier vandaag ben. De paarden die Reining Western rijden, zeg ik dat goed? Ja, dat zegt u goed. Zijn dat speciale paarden of kan ieder paard zo'n wedstrijd doen? Kijk, net als bij springen en dressuur heb je natuurlijk, zoek je altijd naar de speciale toppaard. Maar je kan in principe met ieder paard gewoon reining rijden. Alleen de meest gebruikte ras wat ervoor gebruikt wordt is de quarter horse. En dat is eigenlijk het snelste paard op de kwart mijl. En dat wil eigenlijk zeggen, dit paard is heel erg goed op korte afstanden. Dus snel stoppen, omdraaien. Ze zijn extreem zwaar bespierd, dus ze hebben heel veel krachtspieren.
En dat is het best geschikte paard voor dit ras, omdat dat stoppen en draaien natuurlijk ook krachttraining is. Volgens mij houdt u wel van western. U bent een western lady. En ja, is dat ook uw verdere leefstijl? Of? Nou, ik hou ook wel van country muziek hoor, dat wel. En in mijn huis heb ik ook van houten meubels en alles wat erbij. Dus dat ligt wel een beetje in mijn straatje. Maar line dansen doe ik weer niet, want daar ben ik dan weer niet goed genoeg voor. En over uw huis gesproken, wij begrepen dat u daar een geit hebt rondlopen. Wat is daar de reden van? Ik heb een geit en een varken bij mij op stal lopen. Ik ben natuurlijk gek van allerlei beesten. Maar de geit is wel een beetje bijzonder. Want ik ben een beetje bijgelovig, zoals veel sporters zijn. Maar de geit, hebben ze mij ooit verteld, houdt de ziektes van de stal. En toen dacht ik, ja, dat zal wel. En op een gegeven moment had ik een geit en die was wat echt oud en dat ging niet meer. Dus ik dacht, mooi, dan ben ik van die geit af. Maar ja, toen had ik alleen maar pech en ellende en vervelende dingen op stal. En toen zei ze, goh Riek, je bent jarig, wat wil je voor je verjaardag? Ik zeg, doe mij maar een geit. En het werkt echt hoor. Ja, ik heb tot nu toe, knock on wood, geen problemen meer gehad. Dus het is echt een aanrader. Hallo, goedemorgen. We komen hier tegen Allard Kalf. Die zit toch normaal gesproken bij een andere sport? Ja, normaal gesproken misschien wel. Maar ja, een mens moet wat op de zondagochtend. Hè? Nee, dat is een hobby die ik 6,5 jaar geleden opgepakt heb. Reining. En toen kwam Michael Schumacher met het lumineuze idee om mij op een paard te zetten. Nou, ik had nog nooit een paard van dichtbij gezien, zeg maar. Als ik Ankie van dichtbij wilde zien, ging ik gewoon dichter bij de tv zitten. En dichterbij kwam ik niet. En toen ben ik samen met Ricky Young daar naartoe geweest. Dat was een evenement in Zwitserland. En Ricky ging met trainen. En om een lang verhaal kort te maken, een week laat na het evenement zei ik van ik mis mijn paard. En nou staan we hier op de zondagen met mijn eigen paard. Nou, hartstikke leuk. Maar welke sport bedrijf je anders? Nee, helemaal niks. Ik doe alleen reining en autoracen. Dus veel meer doe ik niet in het leven. Alleen autoracen? Hoezo alleen autoracen? Nou ja, je moet er ergens je geld mee verdienen. Nee, we doen autoracen. Dat doe ik al vanaf mijn 18e, 17e. We doen twee programma's presenteren over auto's en autosport. En dit is gewoon een fantastische uitlaatklep. Het is heerlijk als ik op stal ben bij Burgmeier Quarter Horses. Dan heb ik heel slecht ontvangst met mijn telefoon. En als ik het wel heb, zeg ik dat ik het niet heb. En dan ben ik lekker met mijn paard in de weer. En het mooie van deze sport is eigenlijk dat je alles leuk moet vinden. He, ik vind zelfs het mesten van de stallen nog wel leuk om te doen. Als we op wedstrijd zijn, dan kan ik enorm van genieten. En het rijden is gewoon heel erg leuk. Dit lijkt me inderdaad hartstikke leuk om te doen. Bedankt zover. Ja, graag gedaan.